Goedemiddag, welkom bij weer een nieuwe live bezichtiging van M2 Makelaars. Ik sta hier op een hele goede locatie in Rozenburg aan de Joke Smitlaan nummer 20. Want daar gaan we het over hebben. En dan zult u misschien zich in eerste instantie afvragen, maar waar is dat dan precies? Ja, het is ook een straat achter de Rozenburglaan. Dus hier kom je echt alleen maar als je hier woont, echt alleen maar bestemmingsverkeer. Dus een rustig wonen is hier gewaarborgd. Pak een beet en 5 minuutjes van eigenlijk alles wat Vlissingen wel te bieden heeft. Strand, boulevard, winkelcentrum, supermarkt, scholen. Nou, het is allemaal op fietsafstand bereikbaar. Dus gewoon lekker rustig wonen op een hele goede locatie nogmaals. Mooie, grote, ruime woning. 3 riante slaapkamers. Goed onderhouden. En dat wil ik heel graag van binnen laten zien, want het is best wel frisjes buiten. Want de woning is volledig gerenoveerd in 2019 en het ziet er echt spectaculair mooi uit. Goede isolatie, het dak is geïsoleerd, de gevels zijn geïsoleerd, de vloer is geïsoleerd. Nou, met dit weer is vloerverwarming natuurlijk hartstikke prettig. Dat is er ook in gegaan. Nou, om te beginnen, u kunt parkeren hier op eigen terrein zoals dat u kunt zien. Mooie nieuwe garagedeuren. Ziet er goed uit. Gaan we straks even verder naar kijken uiteraard. Maar we gaan nu eerst snel binnen kijken. En u zag het misschien ook al even aan de buitenzijde. Rolluiken natuurlijk ook nog eens. Nou, ik doe de jas heel even uit. Maar gelijk bij binnenkomst valt op. En ziet u misschien al hoe de hele woning eruit ziet. Presenteert natuurlijk hartstikke warm en mooi en fijn. Een hele mooie gietvloer. Een zogenaamde gietvloer. Hier. Een mooie schuifdeur ook. Echt helemaal van deze tijd ook. Nou, die gietvloer die is natuurlijk perfect voor vloerverwarming. Die hier, zoals eerder genoemd, ook onder zit. Want die laat gelijk die warmte door. Dus dat is hartstikke goed bedacht. En om hier gelijk maar even te beginnen in de woonkamer. Nou, echt een riante woonkamer met veel raamoppervlak. En dat is natuurlijk wel fijn. Komt er lekker veel licht naar binnen. Hele gezellige zithoek hier gemaakt. En een hele mooie haard. Zeker met de huidige energieprijzen helpt dat natuurlijk wel mee om dat zo laag mogelijk te houden. Dus dat is helemaal perfect. Nou, een mooie, lekkere ruimte dus. En zoals gezegd is hier best wel veel aan gedaan aan deze woning. En dan ook wel goed gedaan. Want hier was voorheen de keuken. En zoals dat u kunt zien, is er nu echt plaats voor een riante tafel. Dus heeft u veel vrienden, familie. Nou, bijvoorbeeld kerstdiner kan hier makkelijk natuurlijk. Het is gewoon een hele leuke ruimte. Maar dan moet je natuurlijk wel iets kunnen koken. En dat zit in de keuken hiernaast. Nou, hier zit nog een flinke schuifpui. Dus ook in de zomer zit u hier lekker te dineren. Pui open, binnen met buiten natuurlijk hartstikke mooi te combineren. Nou, komen we hier in een aanbouw vanuit de garage eigenlijk. En men heeft hier dan de keuken geplaatst. Nou, echt een hele complete mooie keuken. Ook hier weer goed te combineren met buiten. Tuindeuren openslaan en je hebt buiten met binnen. Dus je hebt eigenlijk een buitenkeuken. Kleine verrassing die ik nu gelijk ga verklappen, want dit is keuken 1. Buiten hebben we nog een echte buitenkeuken, dus helemaal compleet. Nou, hier een mooie afzuigkap met downdraft systeem. Een mooie kookplaat met downdraft systeem, moet ik zeggen. Dus de lucht gaat hierin. Compleet met oven, met een magnetron, koelkast, vriezer, noem maar op. Het zit er allemaal op en aan. Koeker, dus direct heet water. Een hele fijne, complete keuken. Veel bergruimte zoals dat u kunt zien. Vaatwassen ontbreekt natuurlijk ook niet. Mooi afgewerkt, strakke wandafwerking. Ook het plafond, mooi met die spotjes. Dus echt heel erg compleet. Nou, even terugkomend bij de garage. Eigenlijk kunnen we dit bestempelen als een hele ruime berging. De garage die kan ietsje dieper, maar daar zit nu de keuken natuurlijk in. Hier hangt ook de cv-ketel. Cv-ketel
is van 2008. Wordt wel altijd heel netjes onderhouden. Nieuwe deuren. Dit geheel is ook geïsoleerd. Dus het dak is ook geïsoleerd. Nou, hier zit nog lekker veel bergruimte in. Dus als u zegt van, nou ja, ik wil dit eruit hebben, dan heb ik wat diepere ruimte, kan dat ook. Maar nu is het natuurlijk hartstikke mooi weggewerkt. Witgoed aansluitingen. Beetje buiten het huis gehouden, dus dat is ook wel lekker. Geluidsarm dan natuurlijk ook. Dus een hele mooie ruimte. Kunnen genoeg fietsen enzovoorts in. Dan gaan we eerst even buiten kijken. Die zit op de knip. Ja, dan komen we hier in een heerlijke achtertuin. Echt wel lekker ruim van opzet. Nou, het weer werkt vandaag even net niet mee. Maar u kunt zich voorstellen dat u hier heerlijk van de zon kunt genieten. Want die komt daar ongeveer op. En gaat pak een beetje daar weer onder. Dan heb je hier een hele mooie zithoek. Is er gecreëerd. Dus je kan hier heerlijk van de zon genieten. Je hebt eigenlijk drie mogelijkheden om naar buiten te gaan. Via de schuifpui, de achterdeur en de openslaande tuindeuren bij de keuken. Dus het binnen met buiten nogmaals zeer goed te combineren. Ja, en als je hier dan zit met vrienden, familie enzovoort. Ja, barbecue'tje aan. Pizza overtje erbij. Ja, ik word er eigenlijk zelf een beetje stil van. Want het is echt hartstikke leuk gedaan. Mooi gemaakt. De buitenkeuken. Doek om af te dekken tegen de zon uiteraard. Dus echt een leuke overkapping. Ziet er gewoon hartstikke goed uit. Nou, binnen is het momenteel net even wat behagelijker dan buiten. En nogmaals, die vloer, ja, ik vind hem, dat is ook weer een stukje persoonlijke smaak, echt prachtig. Leuk motief zit er nog in zelfs. En als u zegt van ja, nou prima, het is niet helemaal mijn smaak, maar ik wil er een PVC-vloer overheen leggen. Dan is die natuurlijk helemaal egaal, dus er kan direct een PVC-vloer overheen gelijmd worden. Toilet, ook gewoon hartstikke netjes. Niet anders dus dan de rest van de woning. Complete meterkast. Laat ik toch even in het voorbijgaan zien. Want ook die is aangepakt. En ook boven wordt de mooie afwerking en stijl doorgetrokken. Twee riante kamers. Waarvan dit de kamer aan de achterzijde is. Ook hier weer mooie strakke wandafwerking. Echt de volledige woning is opnieuw gestuukt. Nou, goede grote kamer met vaste kastruimte. Inloopkast. Dus ook genoeg bergruimte hier. Dubbele beglazing uiteraard over de gehele woning. En zoals al gezegd goed geïsoleerd. We komen straks even bij de badkamer hier. Dan hebben we hier slaapkamer nummer 2. Ook echt een riante slaapkamer zoals dat jullie kunnen zien. Er staat ook weer een tweepersoonsbed in. Kan gewoon heel erg makkelijk. Daar blijven we staan hier. En deze loopt door in een hoekje. En wat dan even goed is om te verkondigen. Nou, in ieder geval dat er ook weer een vaste kastruimte is. Maar buitenom dat zat hier normaliter ook nog een deur en zat hier een tussenwand. Wilt u dat nou terugbrengen, dan is dat natuurlijk gewoon mogelijk. En dan heb je dus drie kamers op deze verdiepingsvloer. Een kleine ingreep, hier de deur weer terugplaatsen. Tussenwandje zetten. Je hebt genoeg daglicht middels het raam. Dus je kunt het ook weer in originele staat terugbrengen. Nou, aan deze zijde zit er een bergkast, een trapkast. Die wordt ook als zodanig heel goed gebruikt momenteel. Dus laten we even dicht. Maar aan de andere zijde een prachtige badkamer. Heel erg compleet met inloopdouche. Mooi afgewerkt. Mooi badkamermeubel erin. Toilet uiteraard mag niet ontbreken.
gewoon helemaal keurig netjes. En ga ik nog een kleine verrassing vertellen, want dit is badkamer nummer 1. Dan gaan we straks badkamer nummer 2 laten zien. Nou, dit is ook wel heel erg leuk, hè? Zo'n zogenaamde barndeur. Leuk gemaakt. De ene die wil het een kleurtje geven, mag natuurlijk. De ander die houdt het mooi neutraal met de houtstelling. Ja, en dan de bovenverdieping op zolder, slaapkamer nummer 3. Of als u er eentje boven, beneden bij heeft gemaakt, slaapkamer nummer 4 natuurlijk. Ja, dan is dit gewoon echt een prachtige ruimte. Mooi gedaan, ook hier weer strakke wandafwerking, alles opnieuw gestuukt. Dan hebben we hier een goede inloopkast. Is ook leuk om erbij te hebben. Past ook bij de compleetheid van deze woning. En wat ik al zei, slaapkamer nummer 2. Ja, ik word hier wel blij van. Dit is gewoon echt, echt heel erg mooi natuurlijk. Prachtig badkamermeubel en kijk het bad. Ja, is echt, echt een kleine spa thuis. En suite met heel mooi uit de grond het leidingwerk. Mooi weggewerkt. En uiteraard ook hier een flinke inloopdouche. En alles keurig netjes afgewerkt. Dus echt helemaal compleet. Lekker veel bergruimte in deze kasten natuurlijk. Dus ook daar is aangedacht. Nou, hier een klein beetje ruimte voor kantoor en huis. Is natuurlijk eventueel nog mogelijk om dit dicht te zetten. Goed, dit geeft wel lekker veel openheid en ruimtegevoel. Nou, normaliter heb je hier een prachtig uitzicht. Is het nu eigenlijk ook wel, maar het is wat mistig zoals dat u kunt zien. Maar het is wel een lekkere plek om te vertoeven. Een mooi balkon. Echt wel ruim. Je kunt het hier zien natuurlijk. Je hebt hier ook lekker veel privacy. Het is wat hoger opgetrokken. Ja, ook in de zomermaanden kan je hier gewoon hartstikke goed zitten natuurlijk. Dus terugkomend op de locatie is echt top. Rustig wonen aan de Jokersmitlaan nummer 20. Heeft de woning denk ik zo heel goed kunnen bekijken met twee schitterende badkamers. Super goed afgewerkt allemaal. De woning is in 2019 volledig nagekeken en volledig gerenoveerd. Met een prachtige keuken, mooie vloerafwerking met vloerverwarming. Ook de tuin is daarin meegenomen, dus instap klaar mag ik wel zeggen. Heeft u interesse in deze mooie woning? Neem zeker even contact op met M2 Makelaars. Dan leid ik u heel graag in het echt rond. En heeft u verkoopplannen? Dan horen we het uiteraard ook graag. Komen we graag even langs voor een vrijblijvend verkoopadvies. Ik wil jullie hartelijk danken voor het kijken en ik hoop tot snel.